naar mama toe. Ja, dat is wel.
Aan de andere kant, je wil ook geen aanrijding hebben. Nee. Dat is wat je ook zegt, onbewaakt overwegen. Dat is al een keer misgegaan hier. Ja, dat vertelde die man. Het is al een keer misgegaan. Ja. Maar ze zei dan van, het zijn dan altijd lokale mensen. Ja. Maar wij waren hier gisteren een keer rond. Ik zei, ja, je verwacht hier niet de stoomtrein, maar hij kan niet wel rijden. Ja. Zelfde, dit rond is allemaal 10. Al die overheid, maar nou, 10 naden. Ja. En het rijdt is maar 30. Ja. En hij rijdt gewoon met 40 rijdt eroverin. Dus dan kan het al misgaan. Want je voelt hem al. Ja. Je voelt hem al. Goed. Als jij met 30 een drukte te krijgen, dan is jouw gewoon in midden, hoor. Ja. Maar ze zegt, dan kan hij wel een stom lopen. En dan maakt hij heel hard staan. Oké. Die dan stom of moet stil te komen. Ja. Dus hij vindt het altijd stom. Ja. Dat weet je wat te gebruiken. Gaat het lok wisselen of heeft hij aan de andere kant ook een lok? Moet om hier. Ja? Ja. Heb ik 6 weken, 8 weken bij het NBS meegelopen. Dus ook, dan moet je dan eerst de ene hand bediende net boven weg van Nederland staat. Ja. Ja. Ja, je ook de arm uiteindelijk. Dan moet je 10 keer slingeren, dan ging je zo dicht. Ja. Wel lekker licht. 10 keer slingeren. Nou, je moet 100 keer slingeren, dan ging die een beetje omlaag. In Big Bergen heb je 14 minuten gedaan. Het station is Eerbeek om 5 uur even trekken wij in de richting van Big Bergen. Dank u wel. Dan moet je die boven de hand bedienen en dat is zwaar. 6 weken heb ik daar meegelopen. Ik zeg, ik heb daar 6 weken rollen, 2 weken proberen. Ik heb het gestopt. Dus echt, die had een goed gehad, dus iedere week een rit. Ja. Dat komt goed uit de lucht. Dus echt, iedere week een rit. Ja. En dat is echt zwaar, hoor.